hij gaat nu in, dus. Oké. Dit is Radio 1. Dat is mooi. Ja. Ja. Hij neemt op. Oké. Ja. En u kijkt samen op het vuur hier. Kijkt iets omhoog. En u denkt dat iets helpt. Als iets wat gebeurd is, dan krijg je van de hele visie. Ja, doe eens. Geef me duw, want hij schiet vooruit in de bloemen. Ja, dan kan die schitterend. Die staat prachtig. Ja. Oké, ja. Ja. We laten het even een beetje zo lopen. Ja. Denk maar aan een heldhaftig moment van jezelf. Zijn naam is Zap. Hij is een hond die langzaam en zeker tot leven is gekomen. Eigenlijk is het een hond.
moeder lang ons. Nog hier. Heel klein, kan het heel groot. Ik wil ook nog een beetje. Nee. Ja, ik sta aan de andere kant, maar ik moet nu even lunch regelen, babbelen we straks even, als ik naam weer krijg. Nee, dat is kijk. Echt wel? Ben je een poes? Jaguar, ben je? Zitten. Ja, zoals Charlie Parker zei, modesty doesn't open doors. Zeg je? Modesty doesn't open doors. Modesty doesn't open doors. Wat is modesty? Modesty, bescheidenheid. Bescheidenheid, ja. Maar bescheidenheid is wel het grootste goed, hè? Ja, is ook zo. Ja, super, heel erg bedankt. Tijdens het kinderboekenbal, de traditionele opening van de kinderboekenweek. In Dissus vermengt Van der Geest het verhaal van de Griekse held Odysseus met zijn eigen jeugd in een klein dorp. De jury roemt het boek om het virtuose taalgebruik en noemt het een klassiek verhaal in een gedurfd nieuw jasje van goede snit. De kinderboekenweek duurt tot en met volgende week zaterdag en het thema is superhelden.
Thank you.